Welkom allemaal. Dank aan onze pianist Roeland van der Zanden. Als je de krant vergelijkt met de straat waar je opgroeit, zijn de columnisten misschien wel de mensen die er wonen. Drie huizen verderop je boezemvriend met wie je alles deelt, soms ruzie hebt om een kleinigheid, maar je voor eeuwig verbonden voelt. Tegenover hem de boze buurman die de bal lek prikt als hij tussen zijn narcissen vliegt. De buurvrouw links is weer een en al warme menselijkheid. Haar echtgenoot is wat pedant. Hij weet hoe de wereld in elkaar zit. Maar je hoort wel dingen die je aan het denken zetten. Met het meisje van nummer 49 wil je niks te maken hebben. De pestkop. De moppertapper op de hoek heeft een snor. Dat is jammer, maar je kunt wel met hem lachen. Spontaan binnenlopen doe je het liefst bij het vrijgevochten gezin verderop, waar ze drinken en grappen maken over het leven. Leuk, vervelend, het is jouw straat, waar zelfs je vijanden dierbaar zijn. Je zou nooit in een andere willen wonen. Zo voelt het voor mij als ik de krant lees. En zo is het met onze rijkdom aan columnisten en cartoonisten. Daarom hebben wij vorig jaar gemeend deze lui een keer in levende lijve aan u te moeten presenteren. Sociologen spreken wel van de invention of tradition. En het blijkt heel makkelijk te zijn, want na afloop van die vorige columnistenmarathon, zoals wij hem gedoopt hadden, vroeg ik gewoon aan de zaal, was dit leuk mensen? Ja, zeiden ze toen, uit beleefdheid misschien. En zei ik, zullen we het nog een keer doen? En toen klonk er nog harder, ja. Dus dat hebben wij maar opgevat als de geboorte van een traditie. Vandaar dat we hier nu weer staan. Anders dan bij een echte marathon is er een pauze van 20 minuten ingelast. Want wij zijn mensen van het woord en van de geest en niet van de longen en de spieren. Dus we hebben even pauze nodig. En u ook als luisteraar, denk ik. Goed, de columnisten en cartoonisten van de Volkskrant. Dus ze zitten hier klaar als parachutisten op een rijtje. Ik heb 1 parachutesprong in mijn leven gemaakt. Ik was de zwaarste in het vliegtuig, dus ik moest als eerste. En dat is in dit geval Jean-Pierre Gele. En zo zullen ze het rijtje door. En ik zit alleen maar om namen aan te kondigen. Dus dat is heel makkelijk. Maar ik presenteer ze, dat moet u weten, vol trots. Want ze zijn allemaal erg verschillend van elkaar, maar ze zijn ook allemaal erg goed. Het woord is aan Jean-Pierre Gele. Goedemiddag, cursisten. We zijn nog maar 10 dagen onderweg en we zijn nu al in verwarring. Van wie is zo'n jaar nou eigenlijk? 2016 is het jaar van het boek. Minister Jet Bussemaker heeft het vorige week zelf geopend, dus het moet wel waar zijn. Toch niet. Het is het jaar van Jeroen Bos. 500 jaar dood. Maar nu weer springlevend gekust door de gemeente Den Bosch en het VVV. Maar 2016 is ook al het jaar van de aap. Dat zien de Chinezen aan hun dierenriem. En omdat het elke 12 jaar feest is, eren wij in 2016 geboren topapen als Lee Towers, Kim Lian van der Meij, Wim van Hanegem en Kim Kardashian. Dat wordt oorlog in de jungle, nu vogelbeschermers 2016 tot het jaar van de kieviet hebben gedoopt. Een sympathieke pechvogel die helaas achteruit vliegt. En komt hij zo bezuiden wust wezel, dan wordt hij vanzelf als door een tijdmachine geworpen in het jaar van de hegemus. 2016 wordt het jaar van de overwinning op IS, zegt althans Irak. Maar ook wordt het het jaar van de ergernis en de irritatie. Over de trein, zegt reizigersorganisatie Rover, maar dat is geen nieuws. Een trendwatcher, die ervoor heeft doorgeleerd, voorspelde op internet dat 2016 het jaar wordt van het polderpositivisme. Hou u vast, er nadert een positieve upswing. Het jarenlange economische zaagtandherstel zet zich voort in een stijgende lijn. En nu vergeet ik bijna de Verenigde Naties, die 2016 het jaar van de pulvrucht hebben gedoopt. U hoort het goed, de pulvrucht. Arme dopert, pul en kapucijner. Hun voedingswaarde wordt niet algemeen erkend, jammerde de directeur van het FAO. En hiermee is het officieel. Nu de lente al begonnen is, mogen we rekenen op een grote oogst. 2016 is nu al het jaar van de dronken aardbei. Dank u wel. Wij presenteren Aleid Truijens. Dag dames en heren. Dit is een wensdroom. In 2016 gaat het eindelijk eens lekker vriezen. Eten we weer gewoon brood. Is blauw het nieuwe zwart, klein het nieuwe groot en zwijgen het nieuwe delen.
Wagen we ons weer dapper in de enge offline wereld? Flirten we weer in het wild? Mogen we falen en mislukken? Is goed genoeg weer goed genoeg? Doet niemand meer zijn ding of zijn plasje erover? Houden we op met inregelen, uitrollen, kantelen, aanvliegen en uitnutten? Werken we niet hands-on in sprankelsessies, appeltje, eitje, win-win of bila? Zetten we mensen niet langer in hun kracht, maar helpen we ze? Krijgt oma geen knuffelrobot, maar een knuffelmens? Zijn we een tikje minder hysterisch, maar mogen we bang zijn als we bang zijn? Zijn aanslagen zo 2015? Raakt het bomvest uit de mode? Blijft elk hoofd op de bijbehorende romp? Zegt niemand meer geen haat als hij stikt van de haat? Mogen we voluit treuren om de dood, het doodgaan en de doden, als we treuren? Strijken de goden over hun hart, zijn mijn liefsten gezonder en zo gelukkig als maar kan. En ook u, beste lezer. Blijft onze kat Knor, u kent hem niet, toch in leven? Dansen de muizen zorgeloos op tafel, zingen zij ieder hun eigen lied en drinken zij schuimwijn uit volle roemers. Wordt het hoe dan ook een episch jaar en krijgt de twijfel toch weer gelijk. Dank u wel. Wij presenteren Wouter Bos. Mijn voorspelling voor het politieke jaar 2016 is dat het kabinet Rutte minstens 5 keer niet zal vallen. En dat de Partij van de Arbeid waarschijnlijk voor de 133ste keer in haar bestaan een existentiële en unieke crisis zal doormaken. En afhankelijk van welke pagina van de Volkskrant u daarbij opslaat, zult u daar goedkeurend of afkeurend commentaar bij lezen. En om in die woestenij van meningen en totaal onduidbare ontwikkelingen toch iets van houvast te kunnen bieden, ben ik de afgelopen jaren begonnen met het aanleggen van een groot Haags woordenboek. En zo wil ik u aan het begin van 2016 mijn top 5 van typisch Haagse fenomenen niet onthouden. Hou vast in barre tijden. Op 5 het duivensteintje. Vast ingrediënt van elke bijna crisissituatie. Een politicus die een duivensteintje doet, speelt een meningsverschil heel lang, heel principieel op. Om vervolgens, als iedereen zich echt zorgen gaat maken, toch pragmatisch akkoord te gaan. Pechtold is erg goed in duivensteintjes. Alle VVD'ers zijn goed in duivensteintjes. PvdA'ers zijn heel slecht in duivensteintjes, want die zijn of te lang principieel of worden te snel pragmatisch. Behalve Duivenstein dus. Op vier staat bij mij het IVO'tje. Een politicus die een IVO'tje doet, sluit goed gemutst elke discussie af met een zo. Dat gaan we dus gewoon zo doen. Ook als werkelijk iedereen hem geadviseerd heeft om het niet gewoon zo te doen. En dat IVO'tje, dat is dan dus niet te verwarren met het JP'tje. Dat staat bij mij op 3. Een politicus die een JP'tje doet, vat een discussie waarin iedereen het met elkaar oneens is, samen met de onovertroffen conclusie zo. Dat is dus duidelijk. U begrijpt dat ik dit hier vandaag uit mag spreken, heeft voor mij grote therapeutische waarde. Op 2 staat het korthalsje, of om verwarring te voorkomen het benkje. Het is van alle tijden en van alle partijen. En u zult het de komende maanden, vooral naarmate het drukker wordt voor Kamerleden, ook weer zien. Een Kamerlid schrijft zich bewust in als laatste spreker voor een debat en gaat in zijn bijdrage vervolgens uitgebreid in op de bijdragen van alle voorgaande sprekers, zodat het niemand opvalt dat hij zelf zijn stukken niet gelezen heeft. Kun je heel ver mee komen. Dan kom ik tenslotte op mijn onbetwistbare nummer 1. En dat is nog altijd het brammetje. Het brammetje. We gaan hem geheid bij die 133ste crisis in de Partij van de Arbeid weer tegenkomen. Van een brammetje is sprake als bij de zoveelste crisis in de Partij van de Arbeid geen enkele PvdA'er van enige betekenis commentaar wil geven, zodat de journalist van armoede maar weer bij vergane glorie langsgaat voor een ruig citaat. Volgend jaar kom ik bij u terug met het vogelaartje, het Jantje, het Willempje, vele Bolkensteintjes, een onvervalste Gerrit en het onvermijdelijke Krolletje. Dank u wel. Wij presenteren Sylvia Witteman. Omdat ik geen visie had op 2016, ging ik mijn bureau opruimen. Het viel niet tegen. 4 verlopen artisjaarkaarten, een duimgrote miniatuur van een rol bolletje beschuit,
een plastic kotsplak met levensechte stukjes en brokjes, €112 uit kleingeld, een rood halsbandje van mijn achterlijke kat Lola, een zogeheten wellness tampon van het merk Beppie, ongebruikt, een doosje kunstwimpers, ongebruikt, een Delftsblauw porseleinen jeneverhuisje van de KLM, nog verzegeld, maar toch leeg. Dat zijn erge dingen. Een briefje van mijn dochter waarop staat dat ze het niet zo bedoeld heeft. Een rode nylon onderbroek met witte nopjes. Een uitgescheurd recept voor Poolse zuurkool dat ik al lang uit mijn hoofd ken. Twee kleine plastic struisvogels, waarvan één met een gebroken nek. Eén Super 8 filmcassette uit vroege jaren 70 die nooit ontwikkeld is. Een plakbandhouder in de vorm van een kikker. Een luciferdoosje van Hotel Opera in Boekarest. Een azuurblauw zijde poppenkimonootje. En een paar honderd gebruikte tandenstokers. Die tandenstokers gooide ik weg. De rest stopte ik terug in dat laadje. Het waren tenslotte allemaal fijne spullen. Onderzoekt alles en behoudt het goede, staat er in de Bijbel. En daar houd ik mij aan. Wij presenteren Martin Sommer. De, die, het, dat. Ik las in de terugblik op het afgelopen jaar dat ook Hugo Walker ons is ontvallen. Hugo Walker was van Studio Sport en hij was beroemd omdat hij ooit "Kom dat schot" had gezegd. Ik weet niet of ik beroemd zou willen worden omdat ik "Kom dat schot" zou hebben gezegd. Toch was hij daarmee wel degelijk een voorloper. Bij Hugo Walker is de woordinflatie begonnen. Vroeger had je de en het. Bescheiden lidwoorden die nimmer woord van het jaar zullen worden, zoals het uitsloverige schommelsoftware. Let er maar eens op. De en het staan bijna op de rode lijst van uitgestorven woorden. Ze hebben plaatsgemaakt voor die en dat. Ik heb het nu niet over die meisje of die paard van het Nieuwe Nederlands. Ik heb het over de kennelijk noodzakelijke vergroting. Wie geen herrie maakt, wordt niet gehoord. Komt het schot, daar sla je geen deuk mee in een pakje boter. Dat wordt komt dat schot. Natuurlijk, komt dat schot. Alles is die en dat geworden. Die pleister, die ongeschoren kop, die vermoorde onschuld. Dat las ik in mijn krant. Het was de eerste zin in een stuk over Sepp Blatter. Taalvernieuwingen beginnen vaak in de sportjournalistiek. Vooral op radio en tv. Daar moet men zeer veel praten en heeft men zeer weinig tijd om na te denken. Ikzelf luister in de ochtend naar Radio 1, waar een zekere Guido mij sportief bijlicht. Zeker 10 minuten zendtijd. Nul lidwoorden. Bedoel ik dit als een waarschuwing voor de verruwing der zeden? Jazeker. Is dit een monumentje voor een bedreigde woordsoort? Uiteraard. Maar bovenal is het een pleidooi voor een puntige taalrubriek in de Volkskrant. Dank u wel. Wij presenteren Peter van Straten. Dit is de tekening die Peter van Straten heeft ingeleverd voor deze bijeenkomst. Dit is iets afschuwelijks wat ik nu ga doen, want een tekenaar hoort zijn tekening nooit uit te leggen. Daarom is hij tekenaar geworden en geen schrijver. Maar Peter, jij bent ook een schrijver, dus ik mag jou al wat vragen misschien. Wat waren je gedachten hierbij? Pim Fortuyn zei voortdurend: Nederland is vol. Maar ik zeg al jaren, de aarde is vol. En dat wou ik in deze tekening in beeld brengen. Heel mooi. Hoe maak jij je tekening eigenlijk? Ik wou zeggen, hoe doe je dat technisch? Welke pen gebruik je? Wat voor papier? Ik gebruik aquarelblokken van Fabriano.
Ik heb zo'n omsteekpennetje, een Conté-pennetje. En wat doe je met wat dan? De arceringen, doe je die met een andere pen dan de omtrekken? Nee, nee, alles met één pen. Ik heb er nergens verstand van, dus je moet het me even uitleggen. Nee, ik doe alles met één pen. Als het idealiter, doe ik het één keer meteen in inkt. Maar ik word wat ouder en wat onzekerder, dus ik schets voor met potlood. En gum je veel? En ik gum veel. Met elk jaar dat je ouder wordt, gum je meer? Ja, ik gum meer. Wat een prachtige tragiek. Ja. Maar ze komen nog steeds tot stand, elke dinsdag in onze krant. Ja, dat hoop ik wel. Nee, geweldig. Wat ik jou nog wil vragen, bij mij thuis, ik weet niet of dat bij het publiek ook zo is, doet zich af en toe een soort half gênante situatie voort, meestal met een soort luxe problemen die tot geestige uitspraken van iemand leiden, die niet geestig bedoeld is. En dan zegt iemand, Jezus, dit lijkt wel een Peter van Straten tekening. En dat vind ik heel knap. Dus je bent een soort zelfstandig naamwoord geworden voor een situatie in ons leven. En ik denk dat dat in veel gezinnen zo plaatsvindt. Maar maak jij die situaties nou allemaal mee met mensen die hun vriend voor het eerst mee naar huis nemen? Mensen bijna die gaan scheiden? Nooit. Mensen die heel naar tegen elkaar zijn in restaurants? Nee, bijna nooit. Hoe kom je er dan bij? Ik verzin ze gewoon. Dames en heren, Peter van Straten. We presenteren Twan Heijmans. De Peter van Straten. Voor. Mijn voordeel als rondreizend columnist is dat ik de hele dag een beetje naar Nederland kan kijken. En dat is best een raar landje. En tegelijk besefte ik ineens dat het precies 80 jaar geleden is dat het mooiste gedicht ooit over Nederland is geschreven. Daar heb ik een update van gemaakt. Het heet Uitzicht op Holland. Uitzicht door mijn autoraampjes. Rijdend door Holland zie ik wenkende Tesla's belastingvrij over vijfbaans asfalt gaan. Machtige windmachines illegaal klapwiekend in de tuin van een wethouder staan. En in een geweldige ruimte van steden en dorpen zie ik het leven van Yunus uit Latakia op dat van Johnny uit Geldermalsen slaan. In alle gewesten roken schoorstenen hard, hun pluimen cannabis. Voetballers in Prada verzwaard met goud, alsof er met voetbal niks mis is. Het landschap verkavelt langs kalklijnen van de bureaucratie die brieven aan burgers laat sturen door computers en printers die niemand ooit ziet. Documenten weggelakt met de zwarte stiften van de macht. En in zijn toren staat de premier van alle VVD'ers. Hij staart in zijn medaillespiegel, voelt zich Daphne Schippers, drinkt Heineken in zijn eigen Holland House met Edith Schippers en proost op haar premiers bestaan. Hier maken politici geen fouten, hier zijn ze enkel beeld. Bevlogenheid allang in dampen gesmoord. Op het water van Holland staan rode koppen van het wordt nooit wat, het is nooit niks. De dikke ikken slikken gratis geld. Hier kweekt men de jijbak, de andere soort heeft het altijd gedaan. De lucht hangt al laag. De kou krimpt er mensen, de stem van het volk met zijn eeuwige rampen, gevreesd en gehoord. Dank u wel. Wij presenteren Max Pam. Dames en heren, ik was eerst van plan om een column over een Wouter Bosje te schrijven. U weet, een Wouter Bosje, dat is een voorspelling dat de benzineprijzen de komende jaren en in het verleden ook oneindig gaan stijgen. Maar ik doe het toch maar niet. De eerste die het opviel was de heer H.J.A. Hofland in NRC Handelsblad. 10 jaar geleden hoorde hij op het Centraal Station de omroeper schallen: jouw trein naar Rotterdam vertrekt van perron 2. Jouw trein.
Bij de automaat van de NS kocht Hofland niet een kaartje, maar jouw kaartje. Kortom, het grote tutoyeren van jong en oud in het publieke domein was begonnen. En volgens Hofland had daarmee ook de infantilisering van de samenleving zijn intree gedaan. Hofland werd bijgevallen door de heer meester Jerom Heldring, eveneens columnist van NRC Handelsblad. Hij ergerde zich eraan, al dat getutoyeren in de media, notabene door de journalisten zelf. En volgens Heldring had daarmee de debilisering van de journalistiek zijn intree gedaan. Hofland en Heldring, voormalige hoofdredacteuren van een chique krant die zich graag een meneer noemt. Maar nu. Onlangs kreeg ik een mail van de huidige hoofdredacteur Peter van der Meers, die weer een hele reeks geniale vernieuwingen bij de NRC aankondigde. Ja, ik kreeg nog meer voor jouw abonnement. Jouw abonnement. En vorige week werd de nieuwe slogan van NRC Handelsblad gelanceerd en raad eens hoe die luidt. Waar is jouw mening op gebaseerd? Jouw mening. Korter en juister zou zijn, waarop is uw mening gebaseerd? Zo, en dan moet je eens goed naar me luisteren, Peter van der Meers, oude lul. Ik ben een heer van stand en voor jou ben ik een u en meneer Pam. En mijn abonnement op jouw kutblaadje heb ik dus opgezegd. En ik kom pas terug als ik met u word aangesproken. Zoals het hoort. En laat dat ook de heer en huisgenoot P gezegd zijn. Dank u wel. Point taken. Wij presenteren Jonica Smeets. Goedemiddag. Wat kan ik u vertellen waarvan ik zeker weet dat het aan het eind van het jaar nog steeds waar is? Iets met getallen dan maar. En bovendien een vraag die ik me op elke nieuwjaarsreceptie stel. Houdt het handen schudden nou nooit eens op? En neem eens een nieuwjaarsreceptie met 64 mensen die elkaar stuk voor stuk de hand willen schudden. En er wordt godzijdank niet gezoend. Hoeveel handen worden er dan in totaal geschud? Nou, de eerste die binnenkomt heeft geluk, hoeft niemand een hand gegeven, staat wel alleen bij de gevulde eieren te wachten. De tweede die binnenkomt hoeft maar één iemand een hand te geven. De derde die binnenkomt moet twee handen schudden en zo gaat het langzaam door. En degene die als laatste binnenkomt is de klos en moet 63 handen schudden. En dat betekent dat het aantal handdrukken bij elkaar gelijk is aan 1 plus 2 plus 3 plus 4 enzovoort tot en met 63. En nu is er een handige truc om dit soort sommen snel uit te rekenen, want 1 plus 63 is 64, net zoals 2 plus 62 en 3 plus 63. En dan ga je zo door tot en met 31 plus 33. En dat betekent dat die som gelijk is aan 31 maal 64 plus 32 die over was. En dat is, jawel, 2016. Het nieuwe jaar is dus weer eens een prachtig getal en ik hoop dat uw jaar minstens zo mooi wordt als het getal zelf en dat u niet al te veel handjes moet schudden. Het woord is aan René Cuperus. Dankjewel, Philippe. Beste Volkskrant-liefhebbers, er zijn twee soorten mensen. Je hebt media-optimisten en je hebt media-pessimisten. Elke soort reageert op een andere manier op het nieuws dat in enorme hoeveelheden over ons heen wordt uitgestort. Je hebt mensen die in elk nieuwsincident hun voorgevoel bevestigd zien over de richting waarheen onze samenleving zich beweegt. Dat zijn meestal de pessimisten. Daartegenover staan anderen die vooral redeneren vanuit concrete ervaringen, die hun eigen leven als maat nemen en niet de belevingswereld van de media, en die zo de alarmsignalen van het nieuws nog enigszins weten af te zwakken. In 2015 ben ik iets te veel de media-junk geweest die incidenten en gebeurtenissen in zijn hoofd aan één reeg tot gitzwarte trends. Een beetje zoals die tekeningen in puzzelboeken met van die stippeltjes met cijfers erbij, dat je dat aan één reeg tot een pessimistisch toekomstbeeld. Dat is een beetje zoals ik met het nieuws ben omgegaan in 2015. En laten we eerlijk zijn, de huidige tijd is niet lekker voor mensen met een lichte hang naar cultuurpessimisme. Ik ben, vrees ik, een post-Holocaust-historicus die onbewust alles afmeet aan de vraag
wijzen de actuele maatschappelijke ontwikkelingen weg van een herhaling van de 20e eeuwse barbarij van wereldoorlogen en de Holocaust, of wijzen de maatschappelijke trends juist wel in die verkeerde richting en staat het niet wieder onder druk. Dan zijn deze tijden niet bepaald vrolijkstemmend. We zien de opmars van neonazi's in Duitsland, brandaanslagen op asielcentra, we ervaren islamistische terreur en er is de terugkeer van sociaal-economische ongelijkheid. In 2015 ben ik daar somber van geworden en heb ik mij iets te weinig laten ontregelen door alledaagse ervaringen. In 2016 probeer ik een betere balans na te streven tussen mediawerkelijkheid en levenswerkelijkheid. Geen naïef optimisme, maar ook geen in de toekomst geprojecteerde apocalyps. En toen kwam de aanrandingsterreur in Keulen. Een massale ontering van westerse vrouwen door migranten en vluchtelingen die onze normen en waarden afwijzen en haten. En met Keulen vielen al mijn goede columnistenvoornemens alweer bijna in duigen voordat de eerste maand van 2016 om was. En toch proost ik hier vandaag op een iets vrolijker 2016. Dank u wel. We presenteren Caspar Jansen. Goedemiddag. Omdat ik veel over natuur schrijf, heb ik een variant, of een zeer losse variant gemaakt op een ander heel mooi Nederlands gedicht. En dan, wat zijn vogelaars nog in dit land? Zij scheuren van Breskens naar Hoge Zand. Gewapend met toeters van telescopen, jagen zij op bergfluiter en roodkopklauwier. Storten zij zich op grijze wouw of vale gier. Hun auto's slordig in de wegrand geramd, lompe laarzen vertrappen de waterkant. Zij volgen roodkeel, pieper en sperweruil, schieten ruigpootbuizerd en witwangstern. Een velduil vliegt zich dood in het wagenpark. De vogelaars dragen geen baarden meer. Glad geschoren en haast torsen zij hun apparaten. Zij willen de eerste zijn. Zij verzamelen exoten. En 's avonds op internet tonen zij hun prooien. Hun handelswaar uitgestald, de hoogste bieder wint. Geef mij de vogelaar van weleer, die zich behoedzaam in bos of veld begaf. Die wachtte, luisterde en keek, in rust. In toewijding noteerde, 4 vink, 1 keep. En gedachten had. De schemering na een lange zomerdag, de laatste tonen, stilte. Hij bleef gewoon de nacht. In het donker nog klonk de roodborst weer. En bij het eerste licht het ganse blazersorkest. Hoorde hij Beethoven's 5e? Da-da-da-da! Oranje stuit. Ja, de geelgors. In een haag. Geroffel van een specht, een fluiter in het bladerdak. Eenzaam en gelukkig, te midden van de vogelpracht. Dank u wel. Wij presenteren Stefan Verwij. Stefan, jouw tekening. Hij gaat over boeken en schrijvers. Ja, je ziet hier ook... Doet hij? Nee. Ja, hij doet. Sorry. Het is tegelijkertijd ook een tragiek voor die schrijver, want hij moet nog minstens een jaar knokken om dat boek af te krijgen. En daarom is die best aardig, toch? Zeker. Ik vind het altijd zo aardig hoe jij de wanhoop van de schrijver eigenlijk uitbeeldt door een lijn niet af te maken. Kijk maar naar zijn hoofd bovenop. Die man kijkt verbijsterd naar zijn scherm, volgens mij. Ja, ik vind dat je ook iets aan de verbeelding moet overlaten. Hoewel die proppen papier een terugkerend thema in jouw tekeningen in de prullenbak ook wel boekdelen spreken, toch? Ja. Dus Stefan, wat is eigenlijk jouw beeld van schrijvers? Wat zijn dat voor mensen? Nou, het zijn mensen net zoals als tekenaars, tegelijkertijd ook ijdeltuiten. Maar je maakt iets met het woord. Daarom ben ik jaloers op de mensen van het woord. En wij worden, de tekenaars worden altijd in kranten beoordeeld door mensen van het woord en niet andersom. Dus dan ben je al blij dat je al meer dan 40 jaar voor die krant mag werken. Maar de taal, daar ben ik altijd... Ik zou zelf nooit een boek kunnen schrijven.
Maar ik heb wel enorme bewondering voor de taal, omdat de taal is nooit iets, een statisch iets. Als ik een bundel ga uitgeven, dan verander ik altijd weer de teksten, omdat je daar voortdurend aan kunt verbeteren. Maar aan de tekening, daar kun je wel wat aan verbeteren, maar moet je het niet doen, dat moet je zo laten. Maar de taal is altijd zo fantastisch. Hoe maak jij je tekening? Hoe? Ja, technisch. Technisch. Ik heb altijd een kladblok. En dat zijn die ouderwetse kladblokken waar u vroeger ook mee heeft gewerkt toen u nog op de kleuterschool zat. Dat zijn die kladblokken met een soort krantenpapier. En dat is steeds moeilijker om aan te komen. Maar het voordeel daarvan is, als de tekening niet goed is, dan kun je het direct in de prullenbak gooien zonder problemen. En ik teken dan altijd met een 3B potlood. En dat is een heel zacht potlood. En daar fiets je heel makkelijk als schetsend over dat krantenpapier. En daarna trek ik het, zoals striptekenaars ook vaak doen. Dan loop ik naar mijn glasbak. En daar zit onder een lampje. En daar leg je dan het schetspapier op. En dan trek je jezelf over op. Dus het is heel makkelijk. Iedereen kan het doen. En dan ga je ook arceren, want er is altijd iets gearceerd in jouw tekening. Het arceren, dat is altijd het allerlaatste. En wat de tekst betreft, die staat er soms eerder dan de tekening, maar het komt ook wel eens voor dat je de tekening klaar hebt, maar dat je die tekst, want het is spreektaal, niet helemaal is zoals die moet zijn. En dan reis je van Beek-Ubbergen naar Amsterdam om hem ter redactie in te leveren. Want ja, ik zie je daar heel vaak verschijnen. Dat leren Amsterdammers nooit af. Ik werk wel meer dan bijna een half eeuw voor die krant. En als ik dan weer naar Beek-Ubbergen ga, waar ik woon, ten oosten van Nijmegen, dan zeg ik, moet je dat hele eind nog terug? Ja, dat is ons etnocentrisme in de Randstad. Sorry. Dames en heren, Stefan Verweij. Wij presenteren Shaila Sitalsing. Ze stond hoog op de favorietenlijstjes met iconische beelden uit 2015. Een dame uit Purmerend, die voor de camera's van Eén Vandaag zei dat alle vluchtelingen meteen een baan cadeau krijgen. En dat wist ze, zei ze, omdat dat heb gestaan op Facebook. Hilariteit alom, zo'n mevrouw die oprispingen op Facebook serieus neemt, lachen. Toch staan kranten, nieuwsuitzendingen, radio-uitzendingen bol van de dingen die hebben gestaan op Facebook of op Twitter. En dat is heel begrijpelijk, want de aantrekkingskracht van wat oude mensen nieuwe media noemen is onweerstaanbaar. Snoepdozen zijn het, gevuld met een surrealistisch mengsel van echte ooggetuigverslagen, echte feiten, veronderstelde feiten, geruchten, conclusies, op niks gebaseerde conclusies, lucht, flauwekul en hysterie. En die snoepdoos negeren totdat feit van onzin is gescheiden, dat durven nieuwsorganisaties steeds minder. Het is heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Dus zijn er allerlei manieren bedacht om dat absurdistische theater dat Twitter heet toch te incorporeren in nieuwsverslaggeving, berichtgeving. En zo ontstond de verheffing van willekeurige voxpopjes tot zelfstandig nieuwsfeit onder de noemer er is ophef over puntje puntje op de sociale media. En zo kunnen geruchten die nog niet bevestigd zijn, die nog onbewezen zijn, toch in serieuze berichtgeving belanden via zinnetjes als over de toedracht is niets bekend, of over de daders is niets bekend, of over de slachtoffers is niets bekend. Maar, aanhalingstekens, op internet wordt gezegd dat het om vluchtelingen, moslims, vegetariërs, buitenaardse wezens, mannen in witte pakken gaat. Op internet wordt gezegd. Die zin gaat heel groot worden in 2016. Het woord is aan Nico Dijkshoorn. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om aan het eind van het jaar andere Volkskrant-columnisten een klein duwtje in de rug te geven. We dineren één keer per jaar, zo vandaag, vanavond dus, en dan hopen we allemaal dat we niet naast Arnon Grunberg zitten. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat er buiten deze middag om persoonlijk contact is.
Ik heb ze daarom allemaal een mailtje gestuurd. Ik lees er een paar voor. Dit mailde ik naar Peter Buwalda. Ha Peter, is je nieuwe boek nou al klaar? Ik weet dat je een werktitel hebt, maar mocht je omhoog zitten, of mocht je het gewoon even niet meer weten, dan mag je deze gebruiken. De altijd moeilijke tweede. Succes! Max Pam schreef ik. Hoi Max, als ik je zo mag noemen. Ik hoorde net bij De Wereld Draait Door dat ze voortaan Ali B. en Willeke Alberti schaakwedstrijden gaan laten uitleggen. Ik heb nog wel tegen ze gezegd, Max Pam heeft in zijn column geschreven dat hij dat ook heel graag wil doen. Maar ze willen niet iemand met een zwart strikje. Het heeft dus verder niks met jou persoonlijk te maken. De laatste mail, die schreef ik aan Bert Wagendorp. Beste Bert, ik hoor net via dat de man van Beatrice de Graaf alleen aan een tafeltje is gesignaleerd in een Chinees restaurant. Misschien kan je daar iets mee. Wij presenteren Willem Vissers. Ik ben een sportjournalist, dus verwacht niet te veel lid worden. Bivakmutsen vallen een concertzaal binnen en schieten hun machines leeg als in een monotone rap. Het ijs op de polen smelt, of anders danst het de quickstep over de elektriciteitsdraden van Noord-Nederland. Humor is verdwenen uit de pakken van politici. Alleen Rutte lacht om alles en zelfs om niets. Soenieten en Shiiten bestrijden elkaar om de erfenis van de profeet. Op het station van Keulen gaat het van kedengedeng. De overheid sluit deals met topcriminelen. We hoeven niet per se bang te zijn voor de moderne wereld, maar het leven is best een ingewikkeld ding geworden. Zelfs de sport, eens een soort eendimensionale versie van het grote mensenleven, is in verwarring. Doping, bedrog. Kroonjaar 2016 kan wel een paar onbekommerde hoogtepunten gebruiken, als impuls voor de lichte kant van het bestaan. Een bedwelmende solo van een voetballer op het EK, desnoods een Belg. De schaterlach van een Duitse trainer Klopp. Een splijtende demarrage van Dumoulin op een kool met eeuwige sneeuw in Italië. De dampende sprint van een meid uit Utrecht in Rio. Weg met de bivakmuts, weg met de humorloosheid. Leven de strijd zonder bomgordel, met open vizier. Met aan de streep gelauwerde winnaars en gelouterde verliezers. Wij presenteren Asja ten Broeke. Vorig jaar stonden we hier nog maar een paar dagen naar Charlie Hebdo. En nu zijn we hier nog maar enkele weken naar Parijs. Dat geeft me het gevoel dat ik iets betekenisvols zou moeten zeggen. Iets dat blijk geeft van een groot geopolitiek inzicht. Mogelijk afgesloten met een toepasselijk en intellectueel verantwoord Frans gezegde. Maar eigenlijk wil ik liever een ander onderwerp aansnijden. Zelfbevrediging. Ik zie dat de mensen op de achterste rij ook weer helemaal erbij zijn. Solo seks verdient een lofzang. Het is gratis en altijd beschikbaar. Het is lekker, maar je wordt er niet dik van. En na het nuttige ervan mag je nog gewoon autorijden. Er is geen risico op ongewenste zwangerschap, SOA's of seksueel geweld. En graag zou ik 2016 dan ook willen uitroepen tot het jaar van de masturbatie. Laten we handwerken weer tot verplicht schoolvak maken. En waarom noemt de regering het niet vaker in toespraken? We hebben het hier tenslotte over een budgetneutrale volksgezondheidsinterventie. Ik heb hoge verwachtingen van de troonrede in september. Toch nog even terug naar Parijs. Vorig jaar betoogden diverse denkers binnen en buiten onze krant dat religie beter weg moet of iets slechts is. En zelf heb ik de stap van terrorisme naar godsdienst altijd wat groot gevonden. Totdat ik mij realiseerde dat vrijwel elk geloof anti-masturbatie is. Aha! Dat biedt kansen. Het propageren van het eigenhandig plagen van piel of poes kan mijns inziens de kiem leggen voor religieuze hervorming. De overheid kan bijvoorbeeld radicaliserende jongeren aanmoedigen om er eerst eens wat rustig op te masturberen. Ik zie ook geopolitieke voordelen.
Want wie wil zich nou opblazen als er een leven aan solo-hoogtepunten wacht? Het woord zelf zegt het al. Zelfbevrediging. Laat ons in 2016 dan alvast het goede voorbeeld geven. Vrije Nederlanders, die wij zijn, gaat heen en bevlekt uzelf. Het woord is aan Rens van Tilburg. Beste lezers, het klimaat is in de war, dat zal u niet ontgaan zijn. Terwijl de palmbomen noordwaarts oprukken, maken wij economisch gezien een kleine ijstijd mee. En hoewel de economische lente zich lijkt aan te dienen, resteren er nog hardnekkige koufronten. Een belangrijke chillfactor zijn de begrotingsregels van de eurozone. Deze verbieden landen die gratis geld kunnen lenen, als Nederland, om dat te doen. En zetten een overschotland als Duitsland niet aan tot investeren. Dat heeft met stabiliteit en groei niets van doen. De hoge en hardnekkige werkloosheid voedt politieke onrust. Griekenland, Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, allemaal landen die zich in 2016 kunnen keren tegen de knellende Brusselse begrotingsafspraken. De eurocrisis blijft licht ontvlambaar. Maar waar euroministers falen, daar slaagt een hulpeloze menigte. Honderdduizenden vluchtelingen zetten vastbesloten koers naar de overschotlanden en geven de eurozone de stimulering die het behoeft. Duitsland heeft net 8.500 nieuwe leerkrachten aangesteld. Dat worden er nog voor de zomer 20.000 om 300.000 nieuwe Duitse kinderen te scholen. Meer dan 1 miljoen nieuwe Duitsers behoeven zorg, een woning en ja, helaas ook, extra politieinzet. Een vlinder in Tunis kan in Berlijn de zon doen schijnen. De Arabische lente wekt de euro-economie weer tot leven. Ik wens u een voorspoedig 2016. Zo, de laatste act voor de pauze. Peter de Wit. Hij staat aan, Peter. Nou, dat is weer echt Peter de Wit. Nou ja, het stond toch in de krant, dus... Het stond in de krant. Nou ja, dat het beter gaat in 2016, economisch. En dat je dus beter kunt scheiden, dat in onze beschouwingen van de huizenmarkt heeft dat zeker een rol gespeeld, dat moet ik toegeven. Dat vaak scheidingen worden uitgesteld als huizen onder water staan en nu dat beter gaat, kunnen we dus weer scheiden inderdaad. Zeker, ja. Peter... Nu ga je natuurlijk vragen hoe ik hem gemaakt heb. Nou, leuk dat je dat zegt. Nou, het is een lang verhaal. Ik maak een schets op een A4'tje, niet op een kladblok. Ik heb iets meer te besteden, denk ik. En dan trek ik die over, niet met een glasbak, maar met een lichtbak, zoals het heet. Op de lichtbak trek ik die over op heel duur Schuler Durex tekenpapier. 342 M. M is voor mat tekenpapier. En dan inkt ik hem met een Conté omsteekpennetje. Dit als Peter van Straten, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik wil straks nog wel even wat tips aan hem vragen. Want zie je, dit is toch nuttig? Ja, ik krijg die arseringen, mij blijft dat pennetje altijd hangen. En dan gaat het niet lekker door. Dat zal Peter je zo uitleggen. Ja, okay. En scan je hem daarna in om naar de redactie te sturen? Ja, de eerste 15 jaar heb ik hem op de fiets gebracht, maar... Daar ben je nu te oud voor. Nou, dat niet, maar ik scan hem inderdaad in en dan gaat hij naar de krant. En is het dan net zo helder van lijn als je hem op papier hebt? Ja, tuurlijk, ja, dat maakt niks uit. Nou ja, die scan is heel slecht, maar jullie hebben voortreffelijke mensen bij de redactie die dat oplossen. Dus. Ja, onze beeldbewerkers, die krijgen nou echt nooit applaus. Maar bij deze zou ik graag een applaus voor onze beeldbewerkers mensen. Krijgen. Alle foto's en tekeningen goed de krant in krijgen. Ja. Goed, Peter, kijk, ik wil hier toch even een incident opleveren dat wij laatst samen beleefd hebben. Er was een hele nare moord op een vrouw in het nieuws. En nou, het is wel heel erg, maar ik weet niet meer precies welk verhaal dat was. Er zijn er zoveel, maar het was in ieder geval naar. En Nederland was ermee bezig. En jij had een tekening gemaakt van Sigmund die de patiënten doodschoot omdat ze te veel zeurde over haar depressie of zoiets. Ja. En dat vond de eindredactie zo pijnlijk dat ze mijn kamer in kwamen lopen en vroegen, zeg, kunnen we dit wel maken? En ik dacht ook, ja, dit gaat slecht vallen. Dus laat ik Peter even opbellen. En of ik heb gemaild of gebeld, of hij
nog een andere tekening heeft, dat we eventjes opschuiven deze tekening. En hij is anderhalve week later alsnog ingekomen. Maar it goes to show dat jij hele harde grappen maakt al 20 jaar met Sigmund. Krijg je daar nou boze reacties op, vraag ik me wel eens af. Nou ja, nee, niet zo vaak. Ik bedoel, als er iemand boos mailt, dan krijgt hij een keurige mail terug. Wat zeg je dan? Nou ja, meestal is het verhaal natuurlijk dat je gewoon die tekening gemaakt hebt zoals je hem gemaakt hebt, omdat je hem zo wilde maken. Helder. En dat ik begrip heb voor het dat iemand het daar niet mee eens is, maar dat ik niet van plan ben om dat per se te veranderen. En het grappige is dat mensen dat prima vinden, want die krijgen gewoon een brief terug en die worden serieus genomen met hun klacht. En ja, ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat iemand dan nog achter me aankomt. Altijd terugschrijven, dan heb je een levenslange abonnee gemaakt. Heel goed, dankjewel. Ja. Peter de Wit, het is pauze. Ja, als iedereen kan gaan zitten. Corinne Scheida. Dan gaan we door met de columnistenmarathon. De volgende die het stokje overneemt is Paul Bril. Winston Churchill was niet alleen een groot staatsman, hij excelleerde ook als spreker en grossierde in spitsvondigheden. Vermaard zijn Churchill's verbale schermutselingen met Lady Nancy Astor, de eerste vrouw in het Britse parlement. Zo beet ze hij hem eens toe: "If I was married to you, I would put poison in your tea." Waarop hij antwoordde: "If I was your husband, I would drink it." Charles de Gaulle was bij lange na niet zo geestig, maar Google zijn naam en je vindt een fraaie verzameling bonmo's. Idem dito met Konrad Adenauer, Helmut Schmidt en Margaret Thatcher. Ik ga hier niet staan klagen over de huidige generatie Europese leiders. Maar welke andere uitspraak van Angela Merkel kunt u zich herinneren dan weer Schaffendas? En van François Hollande en David Cameron? Wat we in 2016 het hardst nodig hebben in Europa is meer spitsvondigheid. Betere one-liners. Maar misschien moet de humor van onderop komen, dus hier gaan we. François en Angela lopen door de Kalverstraat. Zegt Angela: "Frankrijk en Duitsland trekken nu al zo'n 50 jaar samen op. Wordt het niet eens tijd voor een vaste verbintenis, een soort huwelijk?" François haalt zijn schouders op: "Oi, wie wil ons nou nog hebben?" Heeft u een betere clue? Stuur op naar p.bril@volkskrant.nl. En wie de leukste clue heeft en inzendt, krijgt van mij het Spectrum citatenboek voor nog meer humoristische zelfredzaamheid. Wij presenteren Margriet Oostveen. Alles komt altijd weer terug. Dus, in 2016 opent een all-you-can-eat restaurant voor superfood. Keert na Zwarte Piet en Michiel de Ruiter ook Gerard Reven weder in de Culture Wars? Beginnen we de zoveelste discussie over opvoeden en zeggen groentetieners ja tegen MDMA? Wachten verwaarloosde kinderen te lang op hulp? Krijgen kleine vluchtelingen moeizaam onderwijs? Is een vrouw aangerand en meer? Wordt de witte man het nieuwe zwart? Schaffen we de inspraakavonden af? Herreist Ivo Opstelten in Zutphen? Houdt normaal nog 3 afscheidsconcerten? Eet kunstenares Tinkerbell een stukje asielzoeker, dit om u bewust te maken? En sterft de ironie alweer? Zijn Nederlandse winkelcentra 1 grote pop-up store? Speelt u zo nog engere computergames waarvoor u zich schaamt? Zijn er nieuwe aanslagen? Zeggen we niet bang te zijn? Bedenken voorname columnist grote woorden? En groeit de kloof? Zijn het de stilste Nederlanders die deze kloof met kleine daden overbruggen? Zingt Armand? Zal Gerard Cox nog foute grappen maken? En lacht u toch? Het woord is aan Bert Wagendorp. Meneer de Graaf, u mocht toch even komen. Afgelopen donderdag was ik met mijn vriendin, die doet iets met boeken, op bezoek bij de Engelse schrijver Julian Barnes. Hij had zoete koekjes gebakken.
Zijn nieuwe roman gaat over het leven van de Russische componist Shostakovich. Een roman dus, geen biografie. Een belangrijke scène in het boek, echt zo'n scène waarvan ik dacht, wow, dus zo erg was het, in het Rusland van Stalin, bleek door Julian Barnes te zijn bedacht. Barnes verklaarde dat je de waarheid het best kunt liegen. In de literatuur, zei hij, kun je met mooie, goed geordende leugens dichter bij de waarheid komen dan via de harde feiten van de journalistiek. Journalistiek versimpelt, fictie toont de complicaties, de onzekerheden en de gelaagdheid van de wereld. Ik nam nog een zoet koekje en ik dacht aan mijn collega Peter Buwalda, die ik ergens hoorde zeggen dat de column eigenlijk een literair genre is. Dat hoor ik natuurlijk graag. En nu begreep ik hem. Hij wil de vrijheid om de waarheid te liegen. Dit is overigens geen pleidooi voor een krant vol gelogen waarheden. Maar met zogenaamde harde feiten moet je ook behoorlijk oppassen. Er zit veel fictie in de feiten. De Volkskrant had de afgelopen week twee vragende openingen over de kwestie Keulen. De eerste was, wat gebeurde hier? En de tweede was, wat bezielde hen? Prima. Er klonk iets van het voorbehoud van de literatuur in door en ook iets van gepaste journalistieke bescheidenheid. Mijn voornemen voor 2016 luidt, meer vraagtekens. Het woord is aan Teun van de Keuken. Goedemiddag. Het tot vervelend toe terugkijken in december gaat elk jaar naadloos over in het stom vervelend vooruitkijken in januari. De kranten, radio en televisieprogramma's moeten vol, nietwaar? Het enige wat daar aangenaam aan is, is de voorspelbaarheid. Je weet waar je aan toe bent als je het dagblad openslaat. In deze verwarrende wereld kan dat prettig zijn. Ook politici kijken graag vooruit. De ongewisse toekomst is vager en minder gevaarlijk dan het verleden waarin de mooie toekomstplannen van nog eerder al zijn gesneuveld. Voor 2016 verwacht ik dezelfde Haagse dooddoeners als afgelopen jaar. Reken op dit soort gesprekken. Heeft u spijt van de ernstige fout die u het afgelopen jaar heeft gemaakt? Ik hou niet zo van terugkijken. Ik kijk liever vooruit. Nou, als u in de toekomst dan weer voor zo'n keuze komt te staan, zou u dan hetzelfde doen? Ik hou niet van als vragen. U wilt niet terugkijken en ook niet vooruitkijken. U kunt toch wel zeggen of u spijt heeft? Hoewel ik zelf vind dat ik niks verkeerd heb gedaan, heb ik gemerkt dat er een beeld is ontstaan dat ik fouten heb gemaakt. Als dit beeld bij de mensen leeft, dan heb ik hier uiteraard spijt van. Wij presenteren Arno Kantelberg. Daar. De titel van mijn columncursiefje eigenlijk luidt met dank aan Stefan Verwij 2016. Voorspellen is moeilijk, zoals een oud-Arabisch gezegde ons leert, vooral daar waar het de toekomst betreft. Maar in de branche waar ik mezelf alweer veel te lang terugvind, trekken wij ons van oud-Arabische gezegdes helemaal niks niet aan. In de wereld van de fashion is voorspellen een fluitje van een cent. Ik weet al op de centimeter af wat 2016 ons gaat brengen. Want dat heb ik vorig jaar in Parijs gezien. Dat is, en ik zie de vragen op uw gezichten, de comeback van het witte overhemd. Voor de man en de vrouw. En voor de liefhebbers, en ik weet u bent dat allemaal, ook de comeback van de blote schouder. Alleen voor de vrouw in dit geval. Als u volgende week in Milaan bent, vanaf zaterdag eigenlijk, weet u ook wat u zelf in 2017 aan gaat trekken. De catwalk is een glazen bol. Etalage van de winkel die toekomst heet. Maar dat slaat allemaal dood, lieve luisteraars. Als bier in een vet glas, als we te landen niet de eigenschap herijken die door Gregorius ten onrechte als de ergste van de zeven hoofdzondes werd gepositioneerd. IJdelheid. Lucifer transformeerde ervan in Satan.
Maar dat zijn allemaal roddels, zeg ik daarbij. Hearsay en innuendo. De Nederlandse man zou van een toefje meer ijdelheid een stuk opknappen. En misschien bedoel ik eigenlijk daar waar ik toefje zeg, toef. In het hokje is ook een spiegel, vertelt de jonge Joop van Zanten in Theo Thijsens het taaie ongerief. En als ik mezelf daarin zie, met broek en al, dan word ik stil van eerbied. Nooit heb ik geweten dat ik zo volmaakt was. Ik wens iedereen in 2016 een beetje meer Joop van Zanten toe. Dank u wel. Dames en heren, Jos Collignon. Nou Jos, steek van wal. Ach. Ik zie een hond. Een wolf bedoel ik. Ik hoor dat de tekening voor zichzelf spreekt. Dus laten we van onderwerp veranderen. Ik herinner me, of ik heb zojuist Shaila Sitalsing's column gehoord. En ik vond dat zo heerlijk om te horen. Want het deed me herinneren aan de hevige discussie die wij eenmaal dit jaar hebben gehad. Toen ik een tekening had gemaakt over hoe vol de krant staat met, naar mijn smaak, met trivia, met onzin, met leeglopende oninteressante mensen. Daar hebben Dankjewel. Wij... Wat zeg je? Wat zei je? Ja, ja, ga door. Daar hebben wij een kwartiertje telefonisch over... Jij was het niet met me eens en hebben over gesproken... Het zou wat zijn als ik het daarmee eens zou zijn. Niet echt, nou laat ik zeggen gebekvecht, maar toch ook weer niet echt. Totdat we uitkwamen op de gezamenlijke conclusie dat ik een oude moppenkont was. Daar was jij het mee eens dus? Daar was ik het helemaal nou, mee eens. Nou, heb ik goed gedaan dat gesprek volgens mij. Al was het maar omdat ik dat van tevoren over mezelf had gezegd. Maar jij sloot je daar heel graag bij aan. Volgens mij hebben we een goede sfeer afscheid genomen. Ja, heel erg goed. En dus, daar had ik helemaal niet over te klagen. Maar ik voelde me gesteund door het verhaal van Shaila Sitalsing. Want het was ook het onderwerp van mijn tekening geweest. En jij was het helemaal niet mee eens. En ik heb later, eerlijk gezegd, 5 minuten geleden met andere columnisten, daar nog eventjes over nagepraat. En de opmerking die ik te horen kreeg was, wij zijn allemaal geboren als oude moppenkonten. En dat maakt dat we ons werk zo goed doen. Ik geloof dat, mooi. Dat ik dat nog even mag toevoegen aan het kleine verschil van mening. Dat we onder volle tevredenheid met elkaar, begreep ik, van jou. En kan ik je van ja, dan hieruit... wil ik hier... Je dwingt me nu dit in het openbaar nee, te herhalen. Nee. Daarom zeg ik het voor je. Over een paar jaar is er een andere hoofdredacteur, hoor. Nee, dus daar maar heb je niks ik aan. Ik heb gezegd met elkaar. Ik herhaal het nog even voor je. Dan hoef je het zelf niet te zeggen. Maar wat mij betreft, en dat heb ik je ook laten weten, ben jij een kanjer in de hoofdredactiewereld. Nou, dankjewel Jos. Ik ga ervan blozen. Dus toch even over je tekening hebben. Een wolf in schaapskleren. Waarom is het jaar 2016 een wolf in schaapskleren? Nou ja, we hebben elkaar allemaal de beste wensen gedaan. En we hebben elkaar allemaal het voor heel 2016 mooie dingen verzonnen voor elkaar. Hoe het zou moeten en zo. Maar ik ben toch bang, zoals 2015 en 2014 en alle jaren daarvoor, dat tussentijds zal blijken dat ons nog een hele hoop gruwelen te wachten staan. En dus, simpel weergegeven hier, het blijkt, het zal een wolf in schaapskleren blijken. Heel mooi. Ik wil ook nog even weten hoe je hem maakt. Toch wel leuk. Nou, ik kan je zeggen, het is heel simpel. Je zet een lijn, en nog één, en nog één. En, nou, waarmee? Oh, waarmee? In mijn geval met een penseel. En ik gebruik geen lichtbak, ik gebruik ook geen glasbak. Ik maak een schets op papier met potlood en daar ga ik met inkt overheen. En in de fases daartussen wordt nog het een en ander gewijzigd. En dan snel klaar als het lukt en dat levert de beste tekening op. Heel mooi. En jij bent wel een van de weinige tekenaars waar ik wel eens klachten over krijg. Van lezers en mensen daar buiten de krant. Daar ben ik blij om. Is er nou wel eens een tekening waar je spijt van hebt? Dus die klachten betreffen nooit de kwaliteit van je tekeningen. Maar altijd heb je iemand onsterfelijk beledigd of heel gemeen afgebeeld. Ik ben tevreden met alle complimenten die je krijgt. Daar ben ik blij om. Maar ik ben even goed blij met alle kwaaie woorden die je krijgt. Want dat betekent toch,
Ik teken vanuit mijn hart, ik teken vanuit mijn verstand. Ik probeer weer te geven wat ik ervan denk en hoe ik het voel. Dat codeer ik op mijn manier. Ik probeer daar humor in te brengen. En als mensen zich daar vreselijk aan storen, dan is dat eigenlijk alleen maar... Het betekent raak. En dus ik ben net zo blij met complimenten als met klachten. Dat lijkt me een prima instelling. Dames en heren, Jos Collignon. Wij presenteren Harriet Duurvoort. Goeiedag. Wat een tuig. René, ik ben het helemaal met je eens. Niet dat het mij verbaast. Bent u wel eens in Egypte geweest? Nou, ik wel. Hurghada. Als toeristisch verzetje paste ik uitgerekend een burka. Hoe ironisch, hè? Dus ik worstelend met zo'n turquoise tent over mijn hoofd, grijp zo'n abdelme bij mijn borsten. Hé, hey, schreeuw ik. Hij heigerig giechelend en doorgraaiend. I'm just helping you, lady. Schijnheilige klootzak. Sorry, ik kijk niet weg, hoor. Arabische mannen hebben een achterlijke cultuur. Nou ja, goed, ik ben half Surinaams. Paramaribo is erger dan Hurghada in feite. Een geluidsmuur van heigerige cis. Hé, hey, skatje, een jochie van 12. Meisje, je maakt me heet. Een mannetje van 88 wijst naar zijn schrompelkruis. Sorry, zwarte mannen hebben een achterlijke cultuur. Nou ja, goed, ik studeerde rechten. UvA, hier, Universiteit van Amsterdam. Jezus, die feestjes. Dat overkomt je zelfs op een Surinaamse dansvloer niet. Pakt zo'n koorkwalje van achteren beet, bijt een zuigzoen in je nek, rijdt tegen je op en spuugt zuurlallend in je oor. Zeg, scheetje, ik vestig strakjes mijn recht van vruchtgebruik op jou. Negerinnetjes hebben altijd zo'n zin. Ik duw hem geschrokken van me af. Pardon, Frederik Jan? Hou je poten thuis, man. Wat nou, frigide kut? Moet je maar niet zo hoerig dansen. Dus ik ben helemaal voor die respecteer vrouwencursus. Maar wel voor alle mannen met een achterlijke cultuur. Wij presenteren Paul Onkenhout. Goedenavond. Ik wil het hebben over de hoed van Memphis Depay. Memphis Depay, dat is een van de meest besproken nieuwskwesties van 2015... Op het laatste moment ben ik van onderwerp veranderd omdat een paar dingen gebeurden. Ik ga het nu over iets anders hebben. De Rolls Royce van Memphis Depay. We hadden de hoed al van Memphis Depay en de gouden grill die zijn ondertanden bedekte. Eind vorig jaar kregen we er een auto bij. Een Rolls Royce Phantom Drophead Coupé. Waarde ruim 600.000 euro. Daarbij zinkt een hoed, welke hoed dan ook, in het niet. Hoewel we wel een verrukkelijke samenspraak aan overhielden. Wat doet een man met een hoed? Vroeg studiosportverslaggever Bert Maalderink toen de 21-jarige voetballer Annex Fashionista arriveerde bij het hotel van het Nederlands elftal. Ja, zei Depay, wat doet een man met een hoed? Die zet hij op. Een sterk antwoord. Depay reed met de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé ter waarde van 600.000 euro naar de training. De timing was opvallend. Mede door een fout van hem had Manchester United de dag tevoren met 2-0 verloren van Stoke City. Prompt ging het ook weer over die hoed. Maar die hoed is passé. Het gaat nu om auto's. In de film over het leven van Cristiano Ronaldo is voor een van de scènes gefilmd in de garage van zijn huis. In het dorpje Pozuela de Alarcón, niet ver van Madrid. In de garage staan een stuk of 10 auto's. Eén plaats is onbezet. Aan zijn zoontje, die trouwens ook Cristiano Ronaldo heet en 5 jaar oud is, vraagt hij welke auto ontbreekt. Junior, de Rolls Royce. Senior, nee. Junior, de Porsche. Senior, nee. Goed kijken. De kleine Ronaldo peinst even en ontspant daarna zichtbaar. Oh ja, de Lamborghini. Senior, goed zo. Die krijgt vandaag nieuwe banden. Vergeet de hoed. In het voetbal wordt 2016 het jaar van de auto. Dank u wel. Wij presenteren Peter Buwalda.
Ik heb een titel als een van de weinigen volgens mij. Die zet ik altijd een HB boven. Daarna trek ik hem over met inkt. Op een glasbak. Aanzuigen heet mijn column. Mijn voornemen voor 2016 is om een gevluchte Syriër te spotten. Het lijkt me illustratief. Ik heb er nu zoveel over gelezen. Maar ik zie ze dus nergens, terwijl de achterstand in mijn buurt er groot genoeg voor is, zou je zeggen. En het land ondertussen maar kraken in zijn voegen, als ik het allemaal goed begrijp. Soms twijfel ik, zijn ze er wel? Maar dat is natuurlijk onzin. Er zijn heus wel vluchtelingen. Je moet alleen de precieze plekjes weten, net als met rare vogels. Ongeveer hetzelfde heb ik met PVV'ers. Ik ken er nul. Wat best raar is, want als er nou ergens een tsunami van is. Iedere vluchteling, heb ik berekend, zuigt 10 extreemrechtse stemmers af. Wacht. Aan. Dat verbeter ik. Bijna sneu dat Janmaat het niet meer mag meemaken. Dit zijn Janmaats postume heydays. Een hek om Europa, blond het nieuwe bruin. Zijn malle neefje president van Amerika. Op het strand leest Hans Wellebeck. Mijn eigen portie Janmaatisering krijg ik via de Facebookberichten van Janmaats biograaf. Al mijn dagen beginnen met de complottheorieën en angstvisioenen van Joost Niemuller. Vaak over de vijfde kolonne, waarmee hij gematigde moslims bedoelt. Of over miljoenen gelukszoekers. En wat denk je? Uitgerekend, Niemuller zag ik laatst lopen. En ik kan u vertellen dat het was wel even schrikken. Wij presenteren Eva Hoeken. Goedemiddag. Goedenavond inmiddels. Een verstandig mens waagt zich niet aan voorspellingen, maar wie in 2015 een kind krijgt, en dat kreeg ik, weet in 2014 al dat 2016 het jaar van de kleine belevenissen zal worden. De dochter zal gaan lopen, de man zal gewoon stiekem blijven roken, oma zal met kerst voor de derde keer op rij beweren dat het haar laatste wel zal zijn, en ik zal me tegen die tijd net als duizenden andere moeders afvragen waarom ik in godsnaam nog werk als de opbrengst met kind en al naar de crash wordt gebracht. Voor een bredere blik op de toekomst verwijs ik daarom liever naar de gang van zaken in Betondorp, de Amsterdamse volkswijk waar ik woon, waar wij wonen, en waar ook Johan Cruijff en Gerard Reven opgroeiden, die laatste overigens zeer tegen zijn zin. De gebeurtenissen daar staan namelijk min of meer model voor de gebeurtenissen in de rest van het land, en dat geeft de burger moed. Want in Betondorp zal je ook in 2016 nog gewoon voor de deur kunnen parkeren. De inwoners zullen nog steeds praatjes maken over het weer, over de was, over de katten en over elkaar. En hoewel ze onverminderd bang zullen zijn voor aanslagen, zal wijkagent Monique, een lieverd op een dienstfiets, ook dit jaar niets hoeven verijdelen. Verder zullen er in buurt Super Oosterwaal gemiddeld 2 volkskranten worden verkocht, per jaar dus. Sorry, Filip. Wat als er al interesse is in het nieuws, leest de Betondorper dat wel in de kleurenkrant, de Telegraaf. En ook die kopen ze niet, want die lezen ze liever in het café, voorzien van gratis commentaar van de kasteleins, jongens die hun hele leven al ellende met moslims voorspellen. Al staat de hele wereld in de fik, kortom, in Betondorp gebeurt ook in 2016 weer helemaal niks. En voor het eerst in mijn leven klinkt me dat prima in de oren. Dankjewel. Wij presenteren Peter Middendorp. Hallo, mijn stukje heet een wijze les. Ik heb het deze keer boven gezet. En vroeg mijn therapeut aan het begin van het jaar, hoe bevalt het leven zonder alcohol? Nou, zei ik, vooraf was ik nogal bang dat ik het niet meer leuk zou vinden om met mijn vrienden naar het café te gaan. Maar ze vinden het niet meer leuk om met mij naar het café te gaan. Wat ze wel doen tegenwoordig, is vragen of ik mee ga lunchen. Met een koude gember smoothie tegen de kater. Want de avond ervoor zijn ze nogal dronken geworden van heel erg goede wijn. Met wie? Vraag ik. Oh, die ken jij niet. Maar lunchen, weet je wel, met sla en tomaten in Groningen. Ik woon in Groningen en in Groningen lunchen we helemaal niet. En mijn dochtertje van 4 ook, die zegt ook, maar papa, je bent toch verdomme geen homo? Ik zeg, ho, 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 ho.
Ho, ho, ho. Wat is dat voor taal? Er is niets mis met homoseksualiteit. Papa had zelf ook graag een homo willen zijn. Hij heeft het ook wel eens geprobeerd. Maar wat kan papa er verder over zeggen? Het beviel niet. Dus laat dat een wijze les voor je zijn, jonge dame. Laat je nooit door een of andere mislukte banketbakker zomaar in je reet neuken. Niet zonder glijmiddel tenminste, zei ik ook tegen de therapeut. Of via vaseline. Want ja, neem dan een drogist. Dank u wel. Wij presenteren Simon Hendriksen en Melle Runderkamp. Uw betrouwbare mannetjes. Fijn dat wij eindelijk even ons zegje mogen doen. Geachte aanwezigen, het zijn roerige tijden. En we begrijpen dat u bezorgd bent. Dit gaat niet worden. Wacht even. Nee, nogmaals, het zou prettig zijn als iedereen hier, dus ook u daarboven, de beleefdheid kan opbrengen om alle sprekers netjes te laten uitpraten. Ja? Dus die dame daar achterin, ja, u daar met die bril. Ja, ik weet niet wat u van plan was om allemaal te gaan scanderen, maar zullen we het vandaag een beetje netjes houden, alsjeblieft. Dank u wel. Ook wij maken ons zorgen. Wij zijn zelf ook vaders en wij lezen ook de krant. Toch willen wij graag benadrukken dat het heus niet allemaal gelukzoekers en homohaters zijn. Nee, het overgrote deel van deze mensen bestaat uit rechtschapen, vaak hoogopgeleide columnisten. Natuurlijk zullen zij proberen hun normen en waarden aan u op te dringen. En natuurlijk zal er met zulke gigantische aantallen af en toe een cartoonist doorheen glippen. Maar dat risico moeten we dan maar nemen. Neemt u van ons aan, ze komen hier echt niet voor een lol naartoe. Deze mensen hebben op stel en sprong hun gezinnen achter moeten laten, hun kinderen. Simpelweg omdat ze meenden dat ze geen andere keuze hadden. Ook wij hebben geen idee wanneer deze ongekende stroom van toch voornamelijk mannen eindelijk eens ophoudt. Maar we hebben er net een paar ontmoet en u kunt uw dochters of desnoods uw vrouwen straks gerust richting de bar dirigeren. U zult zien dat het in ieder geval over het algemeen heel keurige mensen zijn. Dank u wel. Dames en heren, Bas van der Schot. Wat, het jaar 2016? Ja, het jaar van Donald Trump? Ja, ik dacht, ik ga politici kiezen die volgens mij het jaar gaan domineren. En er is wel een verbintenis tussen die twee. Ik heb ook een hele boze reactie gekregen op een tekening die ik heb gemaakt, waarin ik de verbinding tussen Wilders en Trump had gemaakt. Maar ik weet niet of dat de pers heeft gehad, maar Wilders heeft hem ook via een tweet ondersteund, hè, Trump. Dus dat past mooi. Het is mij opgevallen, en ik denk alle lezers, dat jij Wilders nooit anders tekent dan een klein blauw twittervogeltje. Nou, niet altijd. Met een flinke blonde kuif. Niet altijd, maar het is een mooie metafoor. Ook voor, als typering van de politiek, wat je nu steeds meer ziet. Ook Trump, hij doet af en toe een televisie-interview of... Maar de hele media-hype wordt gecreëerd via Twitter. Dat zijn catchy, gekke, foute tweets. Net als Wilders. Hij komt een paar keer in het jaar in de Tweede Kamer met een tekst geschreven door Bosma. Waarin hij ook hier een beetje grappen uithaalt en tegenstanders wegzet. En dat is een hele effectieve politiek op dit moment. Maar hij blijft wel in een kooitje zitten bij jou. Ja, omdat ik ook wel een klein beetje medelijden mee heb. Dat is iets wat ik recent heb gedaan, omdat hij natuurlijk wel al zo lang onder bescherming staat. Hij heeft totaal geen bewegingsvrijheid. En dat bepaalt ook een beetje, denk ik, manier van denken. Zie je, dat had ik toch weer anders geïnterpreteerd als kijker. Dus interessant. Ik ga jou ook vragen hoe je hem maakt, al die mooie vrolijke kleurtjes. Het is een beetje een combinatie van, ik heb dezelfde omsteekpen als Peter en de beide Peters. Maar ik gebruik daarnaast ook nog een penseel van Jos. En de kleuren doe ik op de computer.
Die kleur je in op de computer. Ik scan de tekening en dan kleur ik hem op de computer. Dat is ook eigenlijk een beetje omdat ik heel erg tegen de deadline aanwerk altijd. Ja, dat weten we. En ja, met Photoshop kan je het heel snel veranderen. En ja, dat toch wat makkelijker. Het zal jou misschien onaangenaam treffen dat wij, als wij over het paginabeeld van de Volkskrant praten en waarom we jou graag de nieuwjaarsvoorspellingen laten illustreren, af en toe een Prinsjesdag of iets dergelijks, dat dan iemand in de vergadering wil zeggen, ja, dat is zo lekker vrolijk als Bas van der Schot tekent. Ziet de krant er vrolijk uit, vind ik zelf ook. Maar eigenlijk ben je heel vaak heel grimmig. En is vrolijke kleurtjes eigenlijk een goede manier om grimmig te zijn? Hoe zit dat? Wat wil je ermee? Ik heb persoonlijk een grote voorkeur voor kindertekeningen. En ik hou van de directheid van de kleur. Maar dat klopt dat er een tegenstelling in zit. Maar ja, misschien is dat juist ook wel is het leuk om die tegenstelling te handhaven. Dat vind ik wel. Dames en heren, Bas van der Schot. Okay. Wij presenteren Elma Draaier. Ja. Als debutant in dit gezelschap mag ik natuurlijk niet al te veel praatjes hebben. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, ik vind het maar niks dat getuur in die glazen bol. Wij van de pers zijn niet op aarde om te voorspellen wat er zal gebeuren. Wij van de pers zijn op aarde om te beschrijven wat er is gebeurd. En geloof me, dat is al moeilijk genoeg. Wel wil ik een journalistieke wens uitspreken voor 2016, een algeheel verbod op verschrikkelijke woorden. En ik heb er alvast drie genomineerd. Op drie staat plek. Als in Nederland stijgt naar plek 5 op de ranglijst. Google op Volkskrant en plek en je krijgt ongelogen 448.000 resultaten. Dames en heren, het is plaats. Alleen als je plek niet kunt vervangen door plaats, is het plek. Dus je kunt geen blauwe plaats op je benen hebben. Je G-plaats zul je niet vinden, hoe ijverig je ook zoekt. En ontdek je plaatsje, blijf liever thuis. In alle andere gevallen is plek vanaf nu taboe. Op 2 staat aangeven. Als in toneelgroep Amsterdam heeft aangegeven niet te willen fuseren. Brr. Het is zeggen of laten weten. Aangeven doe je hooguit met het zoutvaatje. Of met mensen die verschrikkelijke woorden gebruiken. Die mag u van mij aangeven bij de taalpolitie. Op 1 met stip staat framen. Als in het asieldebat staat geheel in het teken van frames. Framen is zo'n term waarmee je wil laten doorschemeren als scribent dat jij wel snapt welke geheimzinnige machten er werken in de wereld. Doe dat nou niet. Laat dat nou over aan de wijsneusjes van de correspondent. Beschrijven wij wel wat er werkelijk is gebeurd. En echt, dat is al moeilijk genoeg. Het woord is aan Arjan Peters. Schaamte, daar gaat het om. Zoek de schaamte op. Karel Ove Knausgaard zegt het ook. En dan komt er vanzelf iets. Eerst een beschamende situatie. Onlangs interviewde ik Jan Siebelink in een boekhandel. Na afloop vroeg een dame om een signatuur in zijn roman Margje. En wilt u er dan bij zetten voor Marleen, van wie ik zoveel hou? Dat kan niet, mevrouw, zei Jan, licht wanhopig. Ik hou toch helemaal niet van Marleen. En toen kreeg hij nog bijna ruzie ook. Ik zoek de schaamte op en er komt wat. U weet dat ik één keer naar Gerard Reven mocht
want daar heb ik het altijd over. Daar teer ik nog steeds op. Hij wilde aan het eind van de middag zijn verzamelde gedichten voor me signeren. En toen verstond hij mijn naam verkeerd. Pepers. Oh, je bent zeker de zoon van Bram Peper. Bram Peper kende hij wel, burgemeester van Rotterdam, die ooit door Reven was bedeeld met het hartverscheurende compliment: je gebrek aan cultuur neemt me ten zeerste voor je in. Dus, u staat er in mijn exemplaar voor Arie-Jan Pepers, met liefste wensen van Joop en Gerard. Nog één keer zoek ik de schaamte op en er komt nog wat. Ooit interviewde ik de grote dichter en Nobelprijswinnaar Jozef Brodsky voor de televisie. Een dag eerder signeerde hij een boekhandel Atheneum. Daar moeten we heen, zei ik tegen de cameraman, even het ijs breken. Daar zat Brodsky achter een tafel. Hello, zei ik, tomorrow I will interview you for the Dutch television. Ja. Onbewogen keek hij mij aan en zei, well, till tomorrow. En keek vervolgens naar de klant achter mij. Ik stond meteen weer buiten. Of het ijs gebroken is, weet ik niet, sprak de cameraman met een vals lachje. Maar de kop is eraf. Ik dank u. Wij presenteren Aaf Brandt-Korstius. Hallo allemaal. Er is weinig irritanter dan columnisten die zich op de borst kloppen omdat zij een of andere voorspelling hebben gedaan die is uitgekomen. En toch moet ik dat hier vandaag doen, want ik heb in 2015 een belangrijke voorspelling gedaan die nu al is uitgekomen. Bovendien is het een voorspelling die van grote betekenis voor Nederland zal zijn in de toekomst en niet alleen in 2016. Als ik dingen over de toekomst wil zeggen, kijk ik altijd naar mijn kinderen. Die weten wat er speelt en wat er gaat spelen. Zij verplaatsen zich altijd op schoenen waarin wieltjes in de hak zijn ingebouwd. Zij wisten allang wat in-app purchases waren voordat ik daarachter kwam. Ze zeggen altijd die en je. Ze spreken geen Engels, maar nou, dat was een ander verhaal. En op hun verjaardag blazen zij op school kaarsjes uit op een taart die digitaal op de muur wordt geprojecteerd. En die kaarsjes gaan dan ook echt uit. Zij zijn nu al futuristisch bezig. Mijn kinderen zijn fan van Freek en Jill. Mijn zoon is fan van Freek, mijn dochter van Jill. Freek is die jongen van de wilde dieren en ooit van Eva Jinek. En Jill is een vrouw die knutselt op tv. Allebei oefenen zij een gigantische aantrekkingskracht uit op jonge mensen en daarom weet u niet wie zij zijn. Allebei, zij zijn jong, sterk en mooi. Hij kan alles met wilde dieren en zij kan alles met een schaar en een pritstift. Samen kunnen ze dus alles. In mijn column van 15 juni 2015 schreef ik dat als Jill iets met Freek zou krijgen, zij met rassenschreden zouden afstevenen op werelddominatie. Een half jaar later, in een telegraafstukje van 23 december 2015, las ik, en ik citeer van internet, sorry. Ruim een half jaar na de breuk met Eva Jinek is Freek Vonk weer aan het daten geslagen. De 32-jarige presentator zou het erg gezellig hebben met een bekende collega. De bioloog werd vorige week in Hilversum zoenend gespot met presentatrice Jill Schiernhofer, die op NPO Zapp haar eigen knutselprogramma heeft. Bronnen melden aan Privé dat de zoenpartij er nogal heftig aan toe ging. 2016 wordt het jaar van Jill en Freek. Dat voorspel ik niet, dat weet ik. Dank u wel.
Dames en heren, wij presenteren Peter de Waard. Mijn column had geen titel, maar ik zal er nu even één geven. Behalve Jill en Freek, behalve u zeggen en behalve masturberen is er nog iets voor 2016. De wereld is nog nooit zo vredig geweest. De criminaliteit nooit zo laag. De zorg zo goed en de kansen zo groot. Tegelijkertijd is de woede nooit zo massaal geweest en het wantrouwen zo algemeen. Wie in de snoepdoos, zoals Sheila dat noemde, op internet kijkt, ziet een gifbeker. Continu schiet men uit pure nazenij uit de slof, vliegt uit de bocht en knalt door de porseleinkast. Energiebedrijven, de telecom, de verzekeraars, de banken, het openbaar vervoer en de overheden, ze trekken mij een poot uit. Altijd betaalt de buurman minder aan gas, de zorg en de trein. In de jaren 70 kostte 5 minuten bellen naar Canada een weekloon. De postzegel werd elk jaar 3 cent duurder. En we konden alleen winkelen bij Vroom en Dreesman. Maar niemand klaagde. Tante Pos rukte net als vadertje Staat ook iedereen een poot uit. Maar voor iedereen van dezelfde grootte. Het elektriciteitsbedrijf, de Giro of het ziekenfonds waren bureaucratische instellingen met te veel mensen in dienst die al om 3 uur naar huis gingen. Dat moest anders, lean en mean. Vadertje Staat en Tante Pos werden onder Paas stiefmoeder Markt. Nederland werd er rijker door, maar wel bozer. De PVV staat nu op 40 zetels. Sinds Paas de marktwerking doorvoerde, is een doolhof ontstaan van tarieven, voorwaarden, uitzonderingen en kortingen. Giro Blauw werd ING Oranje. De NS kreeg daluren. De bank ging tarifiëren en de zorgverzekeraars zetten een puzzelpolis voor. Niets maakt zo onzeker als de wereld van de markt, zoals blijkt uit Radar en Kassa. De irritatie daarover geeft Geert Wilders meer in de kaart dan de vluchtelingenstroom. Als stiefmoeder Markt wordt ingeleverd voor vadertje Staat, worden we armer, maar tevredener. Dan staat Wilders op het einde van het jaar nog maar op 5 zetels. Ik presenteer de hekkensluiter van vanavond, last but not least, Arjan Korteweg. Ja, goedemiddag. Iets heel vervelends, sinds ik in de Haagse politiek werk, raak ik steeds belangrijke papieren kwijt. En dat is nu gebeurd met mijn toespraak. Ik blijf zoeken. Mijn computer is ook een rommel. Daar moet soms iemand met kennis van verouderde software aan te pas komen. Mijn geheugen is in het Haagse ook niet meer wat het geweest is. Anders had ik het hier uit mijn hoofd kunnen doen. Nou ja, dit wordt waarschijnlijk de zwaarste columnistenmarathon uit mijn loopbaan. Hier is hij. Dan toch nog. Ik wil hier de eerste grote dode van het nieuwe jaar herdenken. Michel Delpech is zijn naam. Toen ik als correspondent naar Frankrijk vertrok, was Pour un flirt avec toi het belangrijkste lied op ons gezinsrepertoire. Als het in de auto klonk, bleven we doorzingen ook na het parkeren. Compleet met de trompetjes. Ik weet zeker dat we het hier met z'n allen zo zouden kunnen zingen. Delpech was een dwarsvlieger die liedjes over de tijdgeest maakte. Over Marianne, die met 5 kinderen aan haar rokken het volle leven omarmt. En criant dessus les toits, ça ira, ça ira, toute la vie. En dat is meteen mijn wens voor de Haagse politiek in 2016. Minder cijfers, meer overtuigingen. Gemakkelijker te onthouden ook. Eerst bedenken wat je wilt, dan pas uitrekenen of het kan. Dus precies omgekeerd van wat doorgaans gebeurt. Ça ira, het komt goed een leven lang. En oh ja, een verplichte geheugentraining voor alle binnenhofbewoners. Ik doe mee. En om de overgang naar de borrel te versoepelen. En omdat het een hele mooie clip is.
is de organisatie bereid geweest om Michel Delpech over te halen nog één keer voor ons te zingen. U bent alle van harte uitgenodigd om mee te zingen. De clip is hier en daar, staat een beetje haaks op sommige eerdere bijdragen van vanmiddag. Maar daar moet u zich vooral niets van aantrekken. Dank u wel. À tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras, pour un petit tour au petit jour. Entre tes draps, je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt. Er komt zo een nieuwe vrouw, zegt Arjan. Keulen is er niks bij. Keulen kan hier echt nog wat van leren. Dat is Un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour, entre tes draps. Avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras, pour un petit tour. Au petit jour, entre tes draps. Dames en heren. Prachtig besluit van onze marathon. Toen we de advertentie in de krant zetten, was binnen anderhalf uur uitverkocht. Dus we hebben besloten volgend jaar deze marathon in de Ziggo Dome te houden. Dan kunt u er ook allemaal in. Hartelijk dank voor uw komst. En de volgende Volkskrant op zondag is niet in de Ziggo Dome, maar gewoon hier. Arjan Peters interviewt Mensje van Keulen. Ook van harte welkom. Aan de drank graag.